eigenlijk vandaag. Ja, geweldige dag. 75 jaar Operation Market Garden. 100.000 mensen komen er de hele dag. How do I feel? I'm a bit overwhelmed with all these people. Beatrix en Prins Charles kwamen ook hier. Het was heel leuk ook dat ze erbij waren. Mensen vroeger in de oorlog die hebben gestreden voor de vrijheid. En kinderen die moeten dat weer vertellen aan hun kinderen. En zo weet de hele generatie gewoon dat vroeger de oorlog eigenlijk heel belangrijk is voor hoe de vrijheid nu is. Ja, daar komen ze. Ja, ik heb het alleen op tv gezien, maar nooit in het echt. Ik vind het heel spectaculair, omdat er zoveel mensen ook bij komen kijken. Oh, vet! Leuk om te zien. Ik vind het wel mooi, maar ja, het is best wel raar om te bedenken dat ze dat in de oorlog deden, want ze gaan heel langzaam naar beneden. Hoe die Duitsers dan overal hier zo lagen en dat je dan toch de moed hebt om uit zo'n vliegtuig te springen. Dus dan ben je lang weggeschoten. Ik vind het er nu al heel erg veel die dan naar beneden vallen, maar in de oorlog, 75 jaar geleden, waren het er nog veel meer die naar beneden vallen. Dus dan heel bijzonder dat ze zoveel mensen naar beneden laten vallen om Nederland te bevrijden. Let them remember. Yes. It is a... Sorry. It's a sin not to try. As long as you try, you can't go wrong. Het is gewoon heel belangrijk dat je als volwassenen en als kinderen tegen elkaar gewoon aardig doet. Dat je met respect met elkaar omgaat. En dat je niet bijvoorbeeld op straat, dat je elkaar te hand gaat, laat maar zeggen. Dat je gewoon normaal tegen elkaar blijft doen. Het is ook heel speciaal, want dit kom je niet elke dag tegen dat zo oud iemand ook nog eens uit het buitenland hier naartoe komt voor de vrijheid. En hij heeft gevochten voor jouw vrijheid. Eigenlijk vind ik het allerbelangrijkste. Kijk goed wat de historie heeft gebracht. Lees ervoor, oorlog is fout. En tegelijkertijd zorgen jullie, jullie zijn de nieuwe generatie, voordat we vrede houden met elkaar. Als je nog niet geweest bent, dan is het zeker een aanrader.